Bart de Wever schiet met scherp in zijn interview met het Duitse weekblad Der Spiegel. Hij viseert vooral de PS. De Walen en vooral de socialisten die de sterkste partij vormen, houden alle nuttige hervormingen tegen. Bart de Wever noemt België ook de zieke man van Europa. Onverantwoord, zeggen de Franstaligen. Vindt u de verklaringen van meneer de Wever onaanvaardbaar? Maar ik praat niet in deze termen. Ik denk dat hij... Il vient de commettre quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire attirer sur la Belgique plus encore la spéculation financière. Et donc il joue avec l'argent des Flamands, des Bruxellois et l'argent des Wallons. Maar ik ben totaal verbaasd. Ik vind dit interview totaal onverantwoordelijk. Dat brengt ons economische belang in gevaar. Bart de Wever hekelt ook de geldstroom naar Wallonië. Wanneer we geld doorsluizen naar Wallonië, moet dat op een normale manier gebeuren. Geld mag geen infuus zijn, zoals drugs dat voor een junkie zijn. Het is beledigend en ik zal daarover niet antwoorden. Het is ook gevaarlijk om in een regering te stappen, zegt Bart de Wever. Als we ons aansluiten bij een dergelijke regering, is het risico groot dat we de volgende verkiezingen verliezen. Allez, il est temps d'arrêter de tourner autour du pot. On a fait de grands efforts sur la table, il y a énormément, mais je pense, parce qu'il l'a dit, notamment au journal L'Écho, que l'objectif de la NVA est vraiment d'aller le plus loin possible pour décomposer l'État fédéral, pour aller vers la République de Flandre, qui serait un État indépendant. Bart de Wever wou niet voor de camera reageren, maar zegt wel dat de timing misschien niet zo gelukkig was.